Met wie hebben we vandaag het genoegen? Met Ineke Hagen. En waar zijn we nu? We zijn nu in de bibliotheek Schiedam. En waarvoor zijn we hier? We zijn hier omdat zometeen gaat er een tentoonstelling wordt geopend. Die ik als gastcurator heb kunnen inrichten met werken uit de kunstuitleen van het Centrum Beeldende Kunst Schiedam. En zij exposeren hier om de zoveel tijd werken uit hun collectie die dan door een Schiedammer worden uitgekozen. Wat houdt gastcuraat in? Gastcurator is dat een curator is eigenlijk een tentoonstellingsmaker of degene die de werken uitkiest die tentoongesteld worden. En een gastcurator, het woord zegt het al, die zijn te gast. Dus natuurlijk elke keer wordt een ander iemand gevraagd. En voor mij was bijvoorbeeld de directeur van Theater aan de Schie, Rob Roos, de gastcurator. En zo zijn er al heel veel Schiedammers mij voorgegaan. En hoe gaat dat kiezen in zijn werking? Je bezoekt de kunstuitleen. Wij zitten zelf met Stichting Mooi Werken, bureautje waar ik voor werk, ook in het Wennekenpand. Dus de kunstuitleen is, het CBK is onze burenvrouw, man. Daar ben ik naartoe gegaan en ik heb in de bakken gekeken naar de werken. Maar je kan ook op de website kijken naar hun collectie, want er staat ook een heel groot deel in depot. Dus ik heb ook een aantal dingen uit depot laten halen. Heeft u ook een favoriet kunstwerk? Nee, niet echt. Niet echt. Dat was heel erg moeilijk. Er zijn ook een paar kunstwerken afgevallen die ik had uitgekozen. Omdat je natuurlijk niet alles kwijt kan. En ik heb vooral gekeken naar het totaal. En mijn voorkeur in beeldende kunst gaat vooral vaak naar tekeningen. Tekeningen en grafiek. Dus daar heb ik op geselecteerd. We staan hier voor twee werken. Ja, ze zijn allemaal even mooi. Maar... Bijvoorbeeld Robbie Cornelis is iemand die ik al mijn hele leven volg. En nog een collega van me uit Utrecht. En zijn werk vind ik heel fascinerend en heel prachtig. En ik vind het ook heel erg leuk dat de kunstuitleen Schiedam gewoon 4 werken van hem in de collectie heeft.